We staan op dit moment op de markt in Tsjechië. Althans, vlak voor de markt. Hier zien jullie de ingang. Kom daar maar even naartoe. Een paar jaar geleden ben ik hier met Ruben geweest. En toen ging daar bijvoorbeeld een luikje open en was er veel vuurwerk te vinden. Ik ben benieuwd of dat nu ook het geval zal zijn, want we zijn nu weer een paar jaar verder. 2 jaar geleden was dat wel het geval. Toen konden we daar gewoon shells krijgen, cobra's krijgen. En ik ben gewoon super benieuwd of dat nu het ook het geval is. Zo ja, gaan we zeker wat kopen. En in het verleden heb ik zelfs bij de grens gewoon politiecontrole gezien. We gaan ons proberen zo meteen eventjes alles te filmen voor jullie wat op de markt te verkrijgen is. Ik verwacht dat ze een soort van overal een stand hebben met een klein beetje vuurwerk. En als je daar dan interesse in toont, dat er dan ineens een deurtje open gaat. En dat je dan ineens shells ziet en grotere cakes. Dat denk ik. Ik hoop het ook, want dan hebben we tenminste goed te filmen voor jullie. Al weet ik wel dat het hier veel moeilijker is om te filmen dan in Polen. Ze zijn hier namelijk veel strenger op het filmen en zo. Dus misschien gaan jullie wat verwarrendere beelden zien dan normaal. Maar we gaan ons best doen voor jullie. En hier zo heb je de grens. En dan heb je hier gelijk de markt, ingang. En daar was er een winkel met vuurwerk. Zag ik net al, dus dan gaan we zo meteen even naar binnen. Hier weet ik zeker dat er ergens gewoon een koffer hangt waar gewoon shells in zitten. Maar het is nu een beetje een verkeerde tijd, want er is bijna niemand en ze kijken ons allemaal aan. Ja, we vallen heel erg op. Nou jongens, kijk deze shell die ze hier zo dus hebben. Seth, hier ligt dus gewoon nog F4. Ze zijn hier dus in een apart hokje van hem. Hoe bizar is dat? Maar deze nemen we niet, hè jongens. Oh man. Iets te gevaarlijk. Maar dit is dus een hokje van hem. Gaat er een deurtje open. En dan komt dit dus naar voren. Goed om te doen. Nooit een voelstig? Euro. Euro. Ja, wat dan dat die camera zo'n ene keer uit mijn handen wordt getrokken. Hey, zullen we die gewoon halen? Welke? Een cake. Ja, maakt niet uit, maar gewoon een cake. Dan kunnen we kijken wat er is dan. Ja, super. Wie viel kost dat? Wie viel? Dit is 55. Zullen we deze halen, jongens? Mooi of niet? 30 mm. Ja? Dat ziet er wel goed hoeveel uit. Hoeveel vraagt u ervoor? 55. Ja. Wie viel kost dat? 55 euro. 55, zeg 50. 55. 55. Ik kan dat met in. Ik kom met Zeroek. Morgen. 53. 53? Ja. Ik heb geen los geld, ik heb alleen brief. Ik ga van het hoor. Geef hem 50 euro, kijk wat hij doet. Dank je. Dank je. Een boekje, mag je dat? Ja. Past dat? Ja, kijk, hebben we hier nog wat kleine producten, jongens. Hier ook de doos. Even kijken hoor. De mums. De draadjes. Man. Ik heb koud. Oh ja, ik wil ze. Ja, jongen. Wat heb je nou weer gehaald? Ja, mooie 30 mm. Iemand heeft wat. Heb ik. Zo, dat zijn wel flinke apparaten. Ja, man. Wat dit? Dat is echt ziek. Natuurlijk is dat niet origineel. Hallo. Is dat imitatie? Dit, hè? Imitatie, origineel? Ook iets te knallen halen. Je hebt hier dus de Cobra 22 Ultimate. Super. Natuurlijk is het imitatie. En dit zijn de zesjes dan? Nee, 10. Dat is ook neppen dus. Oh ja, 10. Het is allemaal nep, dat is altijd hier. Het valt me echt op dat ze heel anders zijn dan Polen. Hè. Hier boeit het ze eigenlijk niet. Zelfs als ze zelf op beeld komen, boeit ze niet. Ja. Maar... Dumbum. En weet je waarom vooral? Dit wat hier ligt mag hier allemaal, denk ik. Deze dumbums ook. Zo. Mooi hè die? Heel ziek. Ja, ik denk... Shellkitje doen? Niet. Van Tara. Hoe duur is die? Wie viel kost dat? Ja. Oh ja, ook 25. Ook 25. Dat is denk ik gewoon een beetje de prijs die je betaalt. Ja, ze zijn allemaal hetzelfde, want we zien ook overal dezelfde producten. En die willen... De koeken voor firewerken. Ze proberen die allemaal riem aan te smeren.
Oh, niet te laat? Oké. Spelen op Dunbum. Ook weer komen, hè? Oh ja, ja, hier had ik volgens mij... Oh ja, het zo. Jongens, we staan hier dus in de bazaar, een soort van ruimte. Ze verkopen hier dus overal vuurwerk. En wat ik dus al dacht, zei ik ook al in de intro, ik verwacht dat er niks veranderd is hier. Je hebt gewoon bij elke stand heb je dan een aantal producten liggen, zoals Dunbum, FP3, Cobra 20 of zo. En als je dan echt interesse toont in vuurwerk, dan kan er zomaar ineens ergens een luikje open gaan. Tot een ruimte met veel meer vuurwerk. Hoe ziek is dat? Wij lopen nog even verder om te kijken wat ze nog hebben. En ja, echt heel ziek om te zien dat dit zo'n groot verschil is in vergelijking met Polen. Bizar, hè? Ook firewerkie. Oh, ja. Hallo. Hallo, hoe ben jij dan? Gaat wel. Ein. Oeh. En de midden in de nacht? Oh, die Dunbum is wel ziek, hè? Welke? Die Dunbum cake. Salut, denk ik. Dat, ja, dat denk ik wel. Maar is dat niet low? Nee, hè? Voor hier zo in het donker. Weet ik niet. 48 mm, man. Ja, zo duur is het. Ziek gek. 2-inch gewoon. Komt niet veel voor Dries? 75. 65. Is niet duur. 65 voor die? 2-inch is niet duur. Die is echt hard hoor, deze. Oh, hier, ja, ja, ja. Grosse. Is dit dezelfde? Dat is dezelfde. Oké, jongens, het is op dit moment de volgende dag. Want de markt ging sluiten gisteren. Dus zijn we nu even teruggegaan. Zoals jullie kunnen zien achter mij, is dit de markt hier zo. We gaan dus even voor jullie verder op zoek naar vuurwerk. Omdat gisteren waren er al tentjes die al eerder gesloten waren. Maar ondanks dat hebben we veel kunnen filmen voor jullie. Want in Polen zijn ze veel strenger, hebben we gemerkt, toch? In Polen waren ze wel echt strenger, afgelopen zomer. Zeker. Dus hier konden we gewoon gaan filmen. En het lijkt erop dat ze het niet erg vinden. Omdat alles wat dus in het klein ligt op die zijkanten, dat is allemaal wat hier dus zou mogen. Al dat knalvuurwerk. En zodra je dus ja, wat meer gaat doorvragen, dan gaat er ineens inderdaad een luikje open. Jullie hebben het kunnen zien eerder in deze video. Dat er dan zware dingen naar boven komen. We gaan even verder. Ik denk die bazaar daar achterin. Film daar maar even naartoe. Daarachter heb je nog een bazaar zitten. En daar zijn we heel kort gisteren geweest. Dus daar gaan we nog even terug. Jij lijkt me wel zo'n guy die militair... Ah, we lopen hier dus over de markt, jongens. Allemaal kleding. Maar wij zijn dus op zoek naar vuurwerk. Louis Vuitton tasjalen. We zijn dus op de markt inderdaad. Louis Vuitton, alles. Laten we zomaar de markt betreden. We gaan even op zoek naar knal. Oud. Verpaaldatum 2019. Ja. Serieus? Ja. Ja, jongens, zoals jullie kunnen zien. Dit is een cola salut. Hoeveel kost dat? Ha? Hoeveel kost dat? 10 euro. 10 euro? 10 euro. 15. En een tweemaal? Normaal. Een torch. Dit is 20. Ja, jongens, we hebben dus de oude labon bij cola salut. Kijk hier, kijk hier. Moet erbij. Oké, oké. Nog de oude. Dat valt mee volgens mij. Nee. Zeg, hij die andere. Die moet ik er wel bij halen, toch? Het is wel. Dit is 0,8 gram. Nee, dat is in die kut. Dat is die kutversie. Ja, ik moet niet dik nog dit doen. Oh ja, doe maar wel, man, want deze vrouw zegt ook niks. Nee. Nu pas wel. Duurde even. Hey, die kaars is ook dik, hè? Ja, man. En dit is... Dankeschön, madame. Dank je. In een volgende video gaan we ook naar een markt waar nog de shells liggen in beeld. Maar hier op deze markt is nog genoeg te krijgen. Alleen moet je dan wel wat doorvragen. Overal ligt hetzelfde vuurwerk, zoals Dunbum. Beetje de imitatie-cobra's. Wat hebben we nog meer gezien? Ja, La Bomba, Cola Salut, een beetje de oude vertrouwde dingen. En als je dan echt doorvraagt, maar wij komen met een camera, dus ze vertrouwen ons ook niet.
dan gaan ineens luikjes open met koffers en dan komen dan ineens shells uit. Dus er is nog genoeg te krijgen. Jullie hebben het kunnen zien op deze markt. Thanks in ieder geval voor het kijken naar deze video. Binnenkort meer video's hier in Tsjechië, want we gaan nog naar andere markten toe. We gaan nog veel stoken, dus dat gaan jullie binnenkort allemaal zien. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren en dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.